Amber Tisjak, we zijn hier vandaag in Leuven. OHL Women ontving de KRC Genk-Kleidis, jouw ex-club. Hoe ging het vandaag? Ja, dat is altijd een speciale match, denk ik, tegen je ex-club spelen. Ik denk dat het een hele goede eerste wedstrijd spelen, heel volwassen ook. Tweede helft misschien iets minder, maar bon, we hebben de 3 punten en ik denk dat dat het belangrijkste was vandaag. Ja. Jullie beginnen heel snel met te scoren. Jij maakt ook een doelpuntje, een kopbal na een hoekschop van Luna. Heel belangrijk ook, of goed voor het vertrouwen voor jou? Ja, tuurlijk. Een goaltje meepikken is altijd leuk. En zeker als je, we trainen veel op stilstaande fases. Dus ja, als je dan een goaltje kunt maken erop, dan is dat ja, extra leuk. Ja. Dat geen vroeg meer kunnen zijn nog, hè? Ik denk het wel, uiteindelijk. Al hebben we niet echt veel meer gecreëerd, denk ik. We hadden wel veel balbezit. Maar ik denk dat we niet echt tot echt kansen toekwamen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we wel ja, mooie voetbal denk ik, gebracht vandaag. Ja. Jullie kijken misschien nu al uit naar die 9e november, Club YLA. Dat wordt wellicht ook een topaffiche na het winnen tegen Anderlecht onder andere. Tuurlijk, Club YLA, dat gaat een hele mooie match denk ik worden. We staan allebei hoog in het klassement. Maar eerst is het na de interlandbreek natuurlijk Charleroi. En dat is ook zeker een belangrijke match, mogen ze zeker niet onderschatten. Het is ook nog daar, dus ja, een stugge ploeg. Dus ja, eerst Charleroi, daarna Club YLA, maar inderdaad, ja, nog 2 mooie matchen. Ja, en je zegt het zelf, interlandbreek. Volgende donderdag is het al hier België tegen de Belgian Red Flames tegen Kosovo. Wat verwacht je daarvan? Ja, inderdaad, als ploeg moeten we denk ik Kosovo aankunnen. Als we onze kwaliteiten bekijken, mag dat niet al te moeilijk zijn. Maar zo, ja, natuurlijk zo'n ploegen, net als Albanië, mogen we niet onderschatten. Albanië hebben mooi afgerond. Ik vermoed dat we Kosovo ook, zeker met onze kwaliteiten, wat ik al zei, gewoon aan moeten kunnen en dan op naar Noorwegen. Ja. Want dat zal een moeilijkere match zijn, denk ik. Ja, dat wordt een van de sleutelmatchen wellicht in die groep. Ja, inderdaad. Noorwegen, dat is misschien onze rechtstreekse concurrent, ja, naast Polen dan. Een hele sterke ploeg, we zullen er scherp moeten staan. Maar bo, ja, eerst Kosovo en dan ja, Noorwegen. Oké, okay. Ik dank je. Proficiat met de goal vandaag en de winst. En succes voor de volgende wedstrijden. Ja, dank u wel.